En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen blauwe kool. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Vakantie al geregeld of heb je al vakantie gehad? Nou, ik heb altijd vakantie, gepensioneerd, hè. Ja, we zijn een beetje op vakantie geweest, maar voor de rest gaan we dit jaar niet. Wij gaan een paar dagen naar Zeeland. Ik heb vakantie ook. Ja, jij niet dan? Ik niet. Egmond aan zee. Egmond aan zee? Ja. Dat is Noord-Holland, hè? Ja, Noord-Holland. Nee, gewoon ergens in Nederland. Ergens in Nederland? Ja, gewoon wel. Lekker dichtbij. Wij gaan. Ja? Ja. En u gaat mee? Ik mag mee, ja. Hey. Dat is bof, hè? Ja. Nou, dat is toch een voordeel. Ja. Midweekje op Texel. Op Texel? Ja. Ja, we gaan weer zoeken, maar ik weet alleen nog niet wat. Oh. Er ligt nog een planning. Ja, we hebben tijd genoeg, hè? Overijssel ergens, gewoon een Overijssel? Ja. Gewoon met vrienden. Ja. Ja. Ja, leuk. Wij gaan naar Frankrijk. Frankrijk. We gaan een leuke reis maken langs de Loire. Oh, en ja. En dan gaan we kastelen bezoeken. Ja. Dus cultureel gezien hebben we wat te doen. Maar ook geen vakantiegeld? Schooljaar zit niks. Oh man, dat is toch zielig. Ja. Dat was prachtig. Ja? Ja? Dank je. En waarom is dat zo mooi? Nou, dat paste goed bij onze situatie. Mijn vrouw zit tegenwoordig in een rolstoel en dat konden we daar prima wat mee doen. En dat, het weer was goed in die week dat wij daar waren. Dus perfect. Ja, omdat ik niet naar het buitenland wil nou. Nee? Nee. Waarom niet? Omdat vliegen veel te duur is. Hoofdverschijning naar Spanje. Spanje? Ja, ja. Dan ga je dan vliegen? Nee, we gaan met de bus van Zolme Tours. Oh ja, ja. Dan heb je keurig afgezet in een hotel. We gaan met een gezelschap met de bus. Gezelschap. Ja. Maar ook naar Chambord gaat u daar ook heen? Dat het hele bekende kasteel? Ja, denk het wel. Ja. We zitten in een hotel in Orléans. Ja? En daar gaan we al die kastelen bezoeken in Bourges. Ja. En Chambord is een daar heeft Leonardo da Vinci de trap voor ontwikkeld. Daar gaan we naartoe. Daar gaan we naartoe. Ja. Europarks ga ik. Oké. Okay. En je kunt ook met de auto. Nou, naar Spanje vind ik wel een beetje ver. Ja, dat is ver weg, ja. In september. In september? En waar ga je heen dan? Ik wel. Maar niet bij Salau? Nou, vlakbij Salau. Oh, ja. Dat is allemaal in de buurt daar, hè. En wat doet u dan zo op een dag? Nou, veel wandelen. Ja. Ik ben er al een paar keer geweest vandaag. Oké. Ja. Okay. Maar kunt u ons vast wel tips geven? Ja, dat zit ik net te proberen. Okay. Maar u is. En waar, vasteland of een eiland? Nee, eiland. Ja? Ja. Welke? Dat durf ik zo niet te zeggen. Nee, durf ik niet te zeggen. Oké. Nee. Want hoe lang gaat u een paar dagen? Wij gaan maar een paar dagen. 4 dagen. Ja. En dat is het dan? Ja, dat is het. Dan is voorlopig het klaar wel. Dit jaar? Voorlopig wel, ja. Ja. Ik ga naar Valencia. Valencia, ja. Dat ligt niet in Overijssel. Nee, dat klopt. Nee. En stapjes maken, want je hebt ook de Zolme Tour die regelt ook excursies en daar gaan we ook aan mee. Ja. Dus dan snap je, want we zijn geen strandmensen. Ik denk dat ik een uur per dag daar aan de strand kom, maar verder niet. Dus het is meer wandelen en eruit. En dan zeg je, ik zit daar en dan ga ik eens met de bus naar Barcelona of ga naar dit of naar dat. Ja. Dus elke dag wel wat doen. Wat van een mens op dezelfde golflengte. Ja. Maar dat moet wel, hè? Ja, anders ben je eenzaam, hè? Je vindt altijd wel mensen in een bus. Als je met 50 man in een bus zit, is er altijd wel een echtpaar of twee wat ongeveer dezelfde, wat je op dezelfde golflengte zit. Maar waarom Griekenland? Oh, zo'n keer is anders. Ja? Ja. Niet daarna nog een Nederlander? Nee, dat gaat meestal over. Ja, dat is zo. Het zijn maar vakantiekennis. Daarom, hè. Net als vroeger vakantieliefdes, zijn dit vakantiekennis. Ja. Hey, ja.